een top 3 overleg weer in het team wat je doet? Want vaak worden er 2 antwoorden gegeven en die laatste kan je op struikelof hebben. Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. In de kamer. In de kamer. Mag ik zien, top 3 Nederlands publiek, de kamer. Wordt dat door de... Zit er niet bij. Café. Café, denk dat hij goed is. Mag ik zien, Nederlands publiek, top 3 café. Zeg het maar, houden of weggeven. Houden. Hij wordt gespeeld, kom ik bij Jan terug. En Jan, serieus, hè? Naar die grote teen. Ja. Naar die grote teen, dat je nou serieus bent. Ja. Hè? Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Op straat. Op straat, mag ik zien. Nederlands publiek, 2 of 3 in de bank. Eerste bank, 34 gulden. Richard, noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Sociale zaken. Mag ik zien. Sociale zaken, Nederlands publiek, 2 of 3. Nee. Joop, wordt niet gesproken, hoop ik, hier in het team. Ik meende iemand en dan hang je, dan ga je eruit. Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Slaapkamer? Nou, dat zou kunnen. Ja, weet je even, hè? Ja. Ja. Zo kwijt. Ja. Maar toch wet in die slaapkamer? Ik dacht dat je het daar weer goed moest maken. Ja, kan ook. Meestal maak je het daar weer in goed. In die kamer kun je van alles doen. Behangen, timmeren, schoffuren. Ja. De slaapkamer, Nederlands publiek, derde kruis of hij is erbij. Ja, heel goed. Mag ik hem zien? Piep. Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Casino. Casino. Gokken, casino. Als casino erbij is, hebben jullie met de bank 54 gulden. Zo niet is het derde kruis, gaat hij die kant uit. Casino. Overleg, komt hij voor op het bord. 54 gulden in de bank, 50 gulden voor Njort, 0 voor Joop's team. Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Hij wordt beslist. Lex? Wij kiezen voor een voetbalstadion. Ja, dat... En het publiek is het met ons eens. Maar het is ook vaak op televisie te zien. Ja, precies. Als hij erbij is, pak je het uit de bank. Zo niet, dan gaat hij alsnog naar Joop's team. Mag ik zien, Nederlands publiek, top 3 voetbalstadion. Ja! Noem een plaats waar mensen vaak ruzie maken. Cafébar, sportveld of tribune, de slaapkamer. 129 voor Njort en 0 voor Joop's team. Let's go again. Daar gaan we weer. We spelen dubbel geld. Top 5, dus er is van alles mogelijk. Of jullie winnen hem, of je komt helemaal terug, Jan. Overigens valt me op, ik wil even de groeten doen aan die lieve meiden van de Italianen. Die dus iedere week dat... Nou, veel succes, hè. Maar dat zit er bij jullie niet aan vast. Oh, nee. Ja, natuurlijk nog. Ja, nee, dan laat maar dan, hoor. Okay. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Ik denk dat jij hem had, hè? Ja. Ja. Sporten. Sporten, mag ik zien. Dubbel geld, top 5, sporten. Jan, noem iets waarvan je altijd dorst krijgt, de 100 Nederlanders. In de zon liggen. In de zon liggen. Mag ik zien, Nederlands publiek? Dubbel geld, top 5, zon liggen. Je hebt een herkansing. Willem-Jan, noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Warmte. Warmte. Mag ik zien, de warmte. Top 5, dubbel geld, toeter. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt, Jan. Wielrennen. Wielrennen. Dat is ook sporten. Mag ik hem mee? Laat me horen. Ja, dacht duidelijk wel. Jan, Willem-Jan. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. En de zaal, geen woord, anders dan moeten we disqualificeren. Dan gaat hij hier weer naartoe. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Weet ik niet. Ik weet het niet. Ook niet. Nou, ik zal het oplossen. Ik noem iets. Als je denkt dat je er dorst van krijgt en dat het in de enquête staat, geef je een klap op die knop. Zo niet. Als je denkt dat het niet zo is, dan laat je het voor wat het is. Ik zeg haring eten. En jij zegt dus dat dat correct is? Ja. Als hij voorkomt, gaan jullie beslissen of je de vraag houdt of weggeeft. Komt hij niet voor, doen jullie dat. Mag ik zien? Haring eten. Zoute haring. Zeg maar wat het wordt. Spelen of weggeven? We geven hem weg. Jullie moeten ervoor spelen, jongens. Rudy, kom bij jou. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Veel drinken. Ja, maar hij bedoelt het zwaardere werk. De volgende en dan daarna? En dan die andere drank. De alcohol, hè? Dus te veel drinken alcohol. Mag ik hem zien? 1, 3, 4 of 5? Nederlands publiek. Kater, jawel hoor. Die heeft er alles mee te maken. Willem-Jan. Jij stond daar zo even, hè? Dus ik maak een kleine fout. Ik ga door naar Paul, want jij was geweest. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Ees.
S. Ja. Ja, ja. Van S. Van S krijg je altijd dorst. Of weet je hem nou, hè? Iedere keer S. Nou. Ik begrijp er geen bal van met je S. Doe iets van je altijd dorst. Maar ik wil het weer zien. Pauls S'je. Ja. Dat ben je. Ja. Iets waarvan je altijd dorst krijgt. Chips. Chips, ja, wil ik zeker weten. Denken de mensen ook, hè? Ja, roepen ze allemaal. Ja, lekker chippy. Aangezien 1 of 3 de chips uit het Nederlands publiek zijn. Ja, slechts chips. Nee, voor 1, geen kluis. Doe iets waarvan je altijd dorst krijgt. Zoute drop. Zoute drop, kan voorkomen, zoute. Yeah. Ja, zoute drop. Hopper de pop, zoute drop. Ruud, noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Geen idee. Dat mogen wij ook niet goed rekenen. Dacht ik al. Geen idee. Je hebt een tweede kruis, jongens. Speel hem niet, anders gaat hij naar de overkant naar Joop's team. Willem-Jan, 3 seconden. Noem iets waarvan je altijd dorst krijgt. Ja, van eten, maar... Van eten, zeg jij. In het algemeen dan van eten, ja? Algemeen eten. Kan voorkomen, is wel eens gebeurd ook dat die computer dat heeft bij een enquête. Dat men zegt vogels, ooievaars, duiven. Maar soms staat hij er alleen op onder die noemer. Ik ben benieuwd. Zo niet, dan gaan ze overleggen. Mag ik zien? Het eten in het algemeen. Ja! U had het reeds begrepen, hè? Dit was de 4e en laatste ronde. U hebt begrepen, Joop's team ligt eruit en de winnaars staan hier met de... Ja. Steven, bedankt. Veel plezier. Jan, tot ziens. En Richard, Willem, tot bedankt. Ziens. Sympathiek team, jij wel, uithuizen. Oké, Lex, ik ben benieuwd. De eindronde, wie speelt hem? Die twee? Gijs en ik. Gijs en jij. Ik zou zeggen, kom met me mee. Dan kunnen we dat doen. Het spel is geheel bekend. Gijs, wie begint? Lex. Lex begint. Gijs kan hard finishen. Oké. Gijs, als jij daar onder de hoofdtelefoon gaat zitten. Als jij... Nee, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dat lijkt heel vervelend. Zo, ja. Dat is Gijs. Dan gaan we. Je weet hoe het gaat. Ja? We moeten direct een draai maken, zoals u thuis inmiddels weet. Dan draaien wij gracieus. Ja, blijf nog even staan. Dan draaien wij... Dat noemen wij hier in de studio het walsje, waarin wij elkaar wat dieper leren kennen. Aha. Serieus nu, op naar 5000 gulden. Spelregels zijn bekend. 15 seconden tijd. Als je een antwoord niet weet, vraag om het volgende. En het licht gaat laag. De klok is klaar en die gaat lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. Noem een bloem met een sterke geur. Narcis. Narcis. Noem een baan die te maken heeft met de wet. Rechter. Rechter. Noem een komisch acteur uit de tijd van de stomme film. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Welke saus is lekker op friet? Mayonaise. Mayonaise. Noem een gelegenheid waar het opvalt als je te laat komt. Te laat. Dan had ik dit moeten noemen. Nee, ja, dit is de studio. Nou, dat weet ik niet. Dames en heren thuis, mag ik u even laten zien hoe dat gaat? Sterke geur heeft. Jouw antwoord was de narcis. De 100 zei dan. Zo, dat is een toeter. Noem een baan die te maken heeft met de wet. Jouw antwoord was de rechter. De 100 zei dan. Jawel, die is goed. Noem een komisch acteur uit de tijd van de stomme film. Jouw antwoord was de legendarische Charlie Chaplin. De 100 zei dan. 67. Ja, uitstekend. Welke saus is lekker op de friet? Jouw antwoord, onmiskenbaar, denk ik de nummer 1, was mayonaise. De 100 zei dat. Ja! Neem, ja, noem een gelegenheid waar het opvalt als je te laat komt. Jouw antwoord was een vraagteken, derhalve een 0. En op 169 blijven we staan. Lex, ik zou zeggen, ga terug. Okay. Allermoeilijkste wordt het nu voor Gijs. Dat is duidelijk. U weet thuis welke antwoorden. Hij gaat onder de koptelefoon vandaan. Gijs, slechts 31%. Ik zou zeggen, ik kom hier staan. 31%, maar het wordt een zware strijd voor je. Let op, jij hebt 20 seconden als je een antwoord geeft dat Lex al heeft gegeven, hoor je dit geluid. En geef je direct een ander antwoord. Ik veel succes, dan zou het eindelijk in deze reeks gaan gebeuren. Licht laag, klok klaar, concentreer je. Noem een bloem met een sterke geur. Magnolia. Magnolia. Noem een baan die te maken heeft met de wet.
Politie. Politie. Noem een komisch acteur uit de tijd van de stomme film. Laurel. Laurel. Welke saus is lekker op friet? Mayonaise. Béarnaise saus. Béarnaise. Noem een gelegenheid waar het opvalt als je te laat komt. Te laat. Zullen wij ook dit dansje maar aangaan dan? Ja, wil ik die kant op? Ik wou deze kant maar het op. Eindspel, 169, 31 punten nog te hebben. Noem een bloem met een sterke geur. Jouw antwoord was de magnolia. De freesia was de nummer 1 met 33%. De hyacint, waar Lex mee in de war was met zijn narcis, met 19% op de tweede plek. De 100 zijn dan op magnolia 0. We hebben er maar 31 nodig. Noem een baan die te maken heeft met de wet. Jouw antwoord was een goed antwoord. Politie. Het betekent dat rechter nummer 1 was en de nummer 2 was politie. De 100 zijn dan. Noem een komisch acteur uit de tijd van de stomme film. Lex had volgens mij de nummer 1 met Charlie Chaplin. Jouw antwoord was de onvergetelijke Laurel en Hardy. Ik denk het is de nummer 2. Daar gaat hij voor de allereerste keer. Van harte geluk gewenst. Dit was VARA's 15 en 5.